Dag dames en heren. De zonsopkomst leverde vanochtend nog prachtig ochtendrood op in delen van het oosten en zuidoosten van het land. Boven Duitsland bevonden zich namelijk nog opklaringen en het eerste zonlicht van de dag. Pak daar nog even doorheen met dus mooie rode luchten. Nou, in de loop van de ochtend breide frontale bewolking, zoals we dat ook wel noemen, zich over het hele land uit. En toen werd het grijs, en niet alleen dat, maar dat front gaat ook gepaard met behoorlijk lange tijd regen. In het westen regen. het vanochtend vroeg al... en dat is het op steeds meer plaatsen vandaag gaan doen. Nou, die regen zien we ook mooi terug op deze animatie. Een langgerekte band met bewolking en neerslag ligt over ons land... sleept voorlopig ook nog wel over onze omgeving heen... en trekt pas vanavond en vannacht langzaam naar het noordoosten weg. Daarna wordt het een tijdje wat droger... met morgenochtend ook ruimte voor de zon. Maar in de loop van het weekend krijgen we toch weer... nieuwe gebieden met bewolking en ook wat regen over ons heen... en vooral deze zone... Zondagnacht en zondagochtend vroeg kan behoorlijk wat neerslag opleveren. Nou, dat heeft te maken met een lager drukgebied boven Engeland. Maar na het weekend trekt dat lager drukgebied geleidelijk weg. Dan wordt het echt droger weer met ook meer ruimte voor de zon. Nou, daar is vandaag dus nog zeker geen sprake van. Op de radarbeelden van de afgelopen 12 uur zien we dat regengebied langzaam het land binnen trekken. Het regent niet constant even hard door. Want het is meer geregen En vooral in een strook. Van zuid naar noord over het midden van het land regent het langdurig vandaag en dat zal het de komende uren ook nog wel blijven doen. En lokaal kan daar wel meer dan 10 mm vallen. De minste regen wordt langs de oostgrens verwacht en daar zal het op veel plaatsen, nou misschien wel tot in de namiddag zelfs overwegend droog blijven. Nou, vanmiddag dus in het oosten nog wat droge periode, verder periode met regen en het is dus overwegend bewolkt weer. Op de meeste plaatsen is het 8 tot 10 graden, maar in die strook met die intensieve regen over het midden van het land, ja, daar blijven het een paar graden kouder en daarbij staat een meestmatige wind uit zuidelijke richtingen. Nou, vanavond regent het dan in eerste instantie nog even door, met name in de oostelijke helft van het land, maar geleidelijk trekt die regen naar het oosten weg. Later in de nacht volgen in het zuiden en zuidwesten als eerste opklaringen en dat zijn waarschijnlijk meteen brede opklaringen. En dat betekent dat morgenochtend een hele mooie periode wordt met veel ruimte voor de zon. En vrij snel oplopende temperaturen in het binnenland kan het lokaal 12 of 13 graden worden. In de loop van de middag dan breidt een nieuw gebied met bewolking zich over het land uit, krijgt de zon het moeilijker en dan volgt met name in de avond ook weer van tijd tot tijd wat regen. Er staat niet al te veel wind morgen, windkracht 3 tot 4 en misschien aan de kust later op de dag af en toe een windkracht 5 uit het zuiden tot zuidoosten. Gaan we dan verder vooruit kijken, dan zien we dat het weekend behoorlijk wisselvallig verloopt. Zaterdag is er wat ruimte voor de zon en dan wordt het een graad of 11. Maar zondag wordt een overwegend grijze dag met in het hele land eigenlijk wel een periode met regen. Maar na het weekend, dan volgt een duidelijke weersverbetering. De zon breekt van tijd tot tijd flink door, het wordt overwegend droog. Aan de temperatuur verandert in eerste instantie nog niet zo heel veel... Op de langere termijn zien we de dagelijkse gang wat groter worden. Dat betekent het verschil tussen dag- en nachttemperaturen. Dat zien we vooral vanaf hier gebeuren, halverwege volgende week. Grote verschillen tussen dag en nacht. Dat betekent een open weertype met vrij veel ruimte voor de zon. Tijdens brede opklaringen in de nacht wellicht soms een paar graden vorst. En overdagtemperaturen tussen de 10 en de 14 graden. Ik wens u nog een mooie dag.